Eigenlijk bestaan we Lions Sport Club. Al 52 jaar. In Zevenhem zijn we eigenlijk opgestart. En ondertussen zijn we ook al in andere gemeenten eigenlijk actief, zoals Terhout, Lichtervelde en ook Wetteren. We zijn eigenlijk puur als een basketbalclub ontstaan. En in 2012 zijn we dan gefusioneerd eigenlijk met een rolstoelbasketclub. En sindsdien hebben wij ook rolstoelbasket hier in Zevenhem. En eigenlijk de voorbije 4 jaar zijn we gigantisch gegroeid. Zijn we ook andere sporten beginnen doen. Is er multimove bijgekomen. Zijn we ook geen dans, geen darts echt gaan doen. Organiseren we ook geen wielerwedstrijden. Onze werking is eigenlijk op 10 jaar tijd van 80 leden naar een 600 leden gegroeid. Door eigenlijk de fusie met rolstoelbasket hebben wij gemerkt van die hebben eigenlijk inderdaad het moeilijker om in een club te komen. We kregen ook eigenlijk door die fusie meer aandacht en kregen ook eigenlijk vragen van andere mensen met een beperking van we willen ook sporten, maar er is niks in de regio. We willen wel niet rolstoelbasket, dan kan er iets anders aangeboden worden. Ja, in het begin hadden we zoiets van, wij zijn een basketbalclub, waarom zouden we iets anders gaan doen? Maar die vragen bleven komen. En dan hadden we echt zoiets van, die vraag is wel heel groot en er is geen aanbod, maar dat ook zelf beginnen onderzoeken. En daarom zijn we echt meerdere e-sporten gaan ontwikkelen. En we zijn echt zo gaan kijken van, waar kunnen we zoveel mogelijk drempels weg halen? En ook heel gemakkelijker soms. Eigenlijk in het begin, toen we inzetten op G-sport, dat was het puur ad hoc eigenlijk dat we werden. Het was niet dat wij een plan of zo gemaakt hadden. Het was echt ad hoc vragen die we binnenkregen en dat we een oplossing wilden voorzoeken. Dat lukte ook niet altijd, maar meestal ging dat wel. En dan zijn we echt aan het denken van al die ad hoc vragen, dat is goed dat we dat kunnen oplossen. Maar kunnen we niet gestructureerder echt met een beleidsplan gaan werken, met acties en dergelijke. En dan hebben we echt een beleidsplan opgesteld. Zijn we ook dat echt gaan toepassen, gaan controleren ook van hoe ver staan we. En daarom komt dit nu eigenlijk per kwartaal op onze raad van bestuur. Kijken we ook van hoe ver staan we, wat moeten we al doen, waar moeten we een tandje bij steken of wat loopt net beter. En jaarlijks evalueren we dat dan ook en passen we eigenlijk onze beleidsplannen aan. En eigenlijk door zo'n manier van werken zien we ook dat alles vlotter gaat, dat het ook professioneler eigenlijk is. En daarom is het heel belangrijk dat de Vlaamse Sportfederatie hier ook op inzet en dat ze eigenlijk de clubs ook gaan aanmoedigen om beleidsmatig zaken te gaan uitwerken. Maar we merken wel hoe dat wij nu werken, dat het aanslaat. En dan de mensen ook tegen hun vrienden, hun familie zeggen van we moeten daar iets gaan luisteren. Wie weet is het iets voor jou. Want vroeger had je echt rolstoelbasket op een eiland. Nu zijn ze echt inclusief, zijn ze een deel van de werking geworden. Zien we ook andere ploegen die naar het rolstoelbasket komen kijken en vice versa. Dus dat is zeer leuk om te zien. En dat geven alleen maar enthousiasme om nog meer ervoor in te zetten eigenlijk. En nog meer groeien hoeft op zich momenteel niet, maar wel onze werking nog te verbeteren en te versterken.